Vannacht kregen wij de melding binnen via de collega's van Tilburg dat er een auto in de brand stond langs de A58. Brandweer is ter plaatse gegaan en politie kort daarna ook. En toen bleek nadat de auto geblust was dat er in de kofferbak van deze auto een stoffelijk overschot lag. Heb je enig idee of het slachtoffer al overleden was toen de brand uitbrak, gezien die in de kofferbak is gevonden? Dat is onbekend. Het is ook onbekend of dat het om een man of een vrouw gaat op dit moment. Vandaar dat het Nederlands Forensisch Instituut en onze technische recherche ter plekke zijn om nader onderzoek te doen. Wanneer verwachten jullie hier nog bezig te zijn? Dat is op dit moment nog niet te zeggen. Het kan nog enkele uren duren. Denken jullie in jullie onderzoek wellicht aan een misdrijf? Ja, politie vermoedt inderdaad dat het gaat om een misdrijf. Dat klopt. Hebben jullie al enig idee wie het slachtoffer is? Nee, dat is op dit moment nog compleet onbekend. Hebben jullie al getuigen gesproken of zijn jullie nog op zoek naar getuigen? Mensen die iets hebben gezien of gehoord of sowieso meer informatie hebben, die kunnen contact zoeken met de recherche in Valkenswaard via 0900 8844.